Die kortfilm die gaat eigenlijk over een meisje die ontvoerd wordt voor haar liepen. En dan wordt ze, om het zo te zeggen, monddood gemaakt. En dan was dat ook heel tof met zo van die speciale effecten op mijn lippen en zo. Over speciale effecten gesproken, ik veronderstel dat er hier ook wel wat zijn. Ja, klopt. Wij werken redelijk veel met Green Key, omdat er bijvoorbeeld als er een wezen naar de onderwereld moet gestuurd worden, moet die echt verdwijnen in de grond. En als wij toverkrachten gebruiken, is dat ook met Green Key. Dus ik speel de rol van Kaylin ondertussen al wel enkele jaren. En Kaylin is eigenlijk de elf van het drietal. Dus je hebt de weerwolf, de vampier en de elf. En voilà, dus ik ben het derde magische wezen. De film speelt zich eigenlijk deze keer af in Weerwolvenland. Dus we hebben al een film gehad die meer in de vampierenwereld zich afspeelde. Dan de vorige film was meer in de elfenwereld. Dus deze gaat over Wilco voornamelijk. En de familie van Wilco die wij eigenlijk als nachtwacht nog nooit echt hebben ontmoet. En Wilco keert terug naar Weerwolvenland. Maar natuurlijk zijn daar allerlei avonturen ook weer te beleven en zijn er misschien mensen die het niet zo goed voor hebben met de nachtwacht en met Wilco als dat ze doen blijken. En voor de rest moeten ze maar komen kijken. Proficiat ook voor die zwangerschap. Ik veronderstel dat het personage zelf niet zwanger is. Nee, dus er wordt effectief wel rekening gehouden met dat er shots worden genomen van close shots. En ik heb een extra kledingstukje gekregen dat het buikje wat zou moeten camoufleren. En it does the job, vind ik zelf wel. Dus ik ben daar wel blij mee, want ik wil ook niet heel de tijd bezig zijn met van oh nee, je ziet mijn buik of zo. Dus ben ik wel blij mee dat ze daar rekening mee hebben gehouden en ze leggen mij hier goed in de watten. Dus dat is leuk. Cinema.